Het antwoord ben je echt alles kwijt. Komt-ie. Wat is de naam van de boskabouter? Dat is een hele moeilijke vraag, dit. Uit de gelijknamige kinderserie die al in 1946 voor het eerst in het dagblad Het Vrije Volk verscheen. Paulus de boskabouter. Laatste vraag. Weet je hem? Spelen we morgen verder. Wat is de achternaam van prins Bernhard? Van Liepe Biesterveld. Van harte gefeliciteerd. Goed gedaan, meid. Dank je wel. 302 vragen goed. Leg je handen maar eens af. Ja. Hè? Zo, weer een liedertje vocht weg. Ja. En je mag weer even zeker ontspannen. Weten. Ja. Je mag weer voor 23,5 uur ontspannen, want morgen om 8 uur sta je hier weer. Ja. Stijf van de zenuwen. Maar nu in de wetenschap dat je dus zoveel geld aan het verspelen kan, hè? Ja. Ja. We gaan kijken naar het klassement. Want wij spelen eind maart spelen wij de grote finale van Wie heeft de langste. Dan spelen we om nog meer geld. En dit is het klassement. Natuurlijk bovenaan nog steeds. Zover ben je nog niet, Anshu. Wilma Heeris met 619. Gerrit van Engelenburg op 600. Kim van Wilgen staat daar op 210. Maar daar sta je al, kijk maar, in het rood nog. Want je bent nog aan het spelen. Maar je nadert hoor. Je nadert nummer 2. Dat gaat heel rap. Ja. Morgen gaan we verder spelen. Okay. Morgen. Wil je nu nog verder spelen met het spel, dan kan dat natuurlijk met je mobieltje. Met je sms-gelegenheid die erop zit. Zend WHJA naar 4004, dan krijg je 3 vragen. Beantwoord ze juist, stuur ze terug. En morgen geef ik dan aan wie de winnaar is geworden van het spel van vandaag. 100 euro valt er te verdienen. Kan je teruglezen op je Urintekst pagina 281 of op www.wieheeftdelangste.nl. Zie je morgen weer. Een beetje, maar dat geeft niet. Dat is helemaal niet.